Bijna alle vrouwen hebben wel een scheerapparaatje in hun badkamer liggen. Want je wil je benen en je oksels en misschien wel je bikinilijn toch wel scheren. Dat is een vervelend klusje en het moet vaak. En daarom gaan sommige vrouwen naar schoonheidsspecialisten, daar laten ze zich definitief ontharen. Tegenwoordig zijn er ook apparaten waarmee je dat thuis zou kunnen doen. Wij hebben er 4 voor je uitgeprobeerd. Het klinkt natuurlijk allemaal heel erg mooi dat je dat ontharen zo thuis zou kunnen doen. Maar dat gaat lang niet altijd op. Het gebruik van zo'n apparaat is afhankelijk van die huidtype en de kleur van je haren. Hoe groter het contrast tussen huid en haar, hoe beter het apparaat werkt. Je kan deze apparaten niet gebruiken als je hele lichte haren hebt, of als je een hele donkere huid hebt, of als je rossig haar hebt. Daarbij mag je het ook niet gebruiken als je zwanger bent of borstvoeding geeft. En in combinatie met bepaalde ziekten en medicijnen mag het ook niet. Hoe werken die apparaten? Er zit hier een vlakje waar een lichtflits zo meteen uitkomt en een sensor. Je plaatst het apparaat op je huid en dan wordt er aangegeven of je voldoende contact maakt. Je kan de intensiteit instellen afhankelijk van je huidskleur en de haarkleur. En dan geef je een lichtflits en die is best fel, dus ik doe altijd mijn ogen dicht. Dat klinkt heel eenvoudig, maar er zijn wel een paar kanttekeningen bij te plaatsen. Ten eerste is dat oppervlak waarmee je behandelt doorgaans vrij klein. Waardoor als je een heel been moet doen, je wel even bezig bent voor één been ongeveer 30 minuten. En je moet zo'n behandeling een paar keer herhalen omdat je haren in cyclussen groeien. Daardoor zie je pas na een x aantal weken überhaupt resultaat. En dan, je kan dit niet zomaar altijd doen. Ten eerste moet je eerst zorgen dat het gebied wat je gaat behandelen, dat je dat net hebt geschoren. Maar je mag het niet harsen of epileren. En je mag vlak voordat je het gaat doen niet in de zon zitten. Dus in de zomer ga je dit niet zo makkelijk gebruiken. We hebben elk van deze apparaten door één persoon laten uitproberen. Dus iedereen had een ander. En er zijn een paar dingen die opvallen die verschillen tussen de apparaten. Zo heb je de Philips, die kan je draadloos gebruiken, dus je hoeft niet per se een stopcontact in de buurt te hebben. En hij heeft één hele grote cartridge die je in principe niet hoeft te vervangen als je hem gebruikt. En dat is wel prettig. Bij anderen zit er een snoer aan en heb je dus een stopcontact in de buurt nodig. En zijn er cartridges die je moet vervangen na een x aantal flitsen. Die cartridges die kosten 29 of 39 euro. Deze apparaten die we hier hebben, de Remington en de Silken, die zijn wel goedkoper dan de Philips, ongeveer 240 euro. En die Philips is 400 euro. Maar met gebruik van die cartridges zal je uiteindelijk ongeveer op hetzelfde uitkomen. Wat vond ons panel van deze apparaten? De apparaten zijn best makkelijk te gebruiken, dat wil zeggen het flitsen ermee. Maar er zijn wel een paar nadelen. Zo kan je niet zo goed zien waar je geweest bent, dus je moet een beetje gokken wat het eerstvolgende stukje is wat je gaat behandelen. Nou valt het bij een oksel nog wel mee, maar als je een heel been moet doen, dan wordt dat best wel lastig. Daarbij is die flits wel heel fel, dus je moet eigenlijk wel je ogen dicht doen op het moment dat je dat flitst. En bij sommige apparaten voel je een lichte prikkeling of tinteling, dus dan denk je oké, er is wat gebeurd. Maar bij een ander voelde de persoon die dat uitprobeerde dat helemaal niet. Dus dan vraag je je af of er überhaupt wel wat gebeurt. En dat is natuurlijk wel de hamvraag. Hebben de dames resultaat gezien? We zien dat er wel degelijk verschil is tussen de oksel die wel behandeld was met zo'n apparaat en de oksel die niet behandeld was met zo'n apparaat. Conclusie: die apparaten die doen wel degelijk wat, maar verwacht er geen wonderen van. De haargroei lijkt af te nemen, maar het kan ook zijn dat het gewoon langer duurt voordat die haren terugkomen. Je moet die behandelingen heel vaak herhalen, omdat haren in een cyclus groeien en je dus niet in één keer alle haren tegelijk kan behandelen. Het kan zijn dat haren die je hebt behandeld later terugkomen met minder pigment, lichter van kleur zijn en wat dunner. Maar op dat moment wordt het wel lastiger om ze te behandelen, omdat het contrast tussen het haar en huid minder groot is. Een schoonheidsspecialiste waarschuwde ons ervoor dat het kan zijn dat zo'n apparaat te weinig intensiteit heeft, waardoor haren alleen een beetje verwarmd worden. En in zo'n geval gaan haren juist groeien. Maar dat was gelukkig bij de apparaten die wij nu hebben uitgeprobeerd niet het geval. Heb jij nou ervaring met een van deze apparaten of een soortgelijk apparaat? Vertel ons er dan over in de comments bij dit filmpje.